Hier is het pontje van Schoonhoven naar de overkant. Voor een plek in de Randstad is het hier altijd wel lekker bijkomen. Naar Schoonhoven, naar Fausto, koffieplekje. Lekker, de zon schijnt. Goeie koffie maken, serieus. Echte koffie, echte koffie. Dus dit is ook een hele. Dank je goed. Sterke, intense koffie. Ja, klopt. Ja, mag ik gewoon zeggen dat het gewoon echt lekker is geworden? Ja, die automatische koffie op school gaat gewoon niet meer smaken. Dat kan echt vergeten worden. Hier gebeuren de meest aparte dingen. Er komen af en toe mensen binnen, die komen dan weer met oude boekjes. Ik heb hier die shirt hangen, er zit het WK-shirt van Leontien van Morsel zit er daar. Ja. Fietsen, dit soort kleine. Beeldjes maakt en dat langs kon brengen en dat hier gewoon gratis achterlaat. Omdat hij het zo leuk vindt wat we doen. Oh, nou, ja. En soms dan leen je ook even een voorwiel uit aan iemand. Dat gaat dus zo ver dat je je eigen fiets, zeg maar, waarmee je zo meteen nog naar huis moet fietsen. Dat je die dus zeg maar ombouwt met een oud wiel. Waardoor iemand die met zo'n wiel komt, met een kapotte spaak, dus veilig in Tilburg aangekomen is en net een berichtje stuurt. Over dat hij zo blij is. Het staat prima rit naar huis in Tilburg met jouw voorwiel. Veel dank. En hij komt hem dus donderdag terugbrengen. Ja. Nou, en dat is natuurlijk het mooiste dat er is. Dat je iemand dus op zijn manier op weg kunt helpen. Vanuit een stukje vertrouwen. Ik heb hem niets gevraagd. Alleen zijn naam en zijn telefoon. Dit zit. Weer terug naar huis, naar Bergambacht. Hier is het pontje van Schoonhoven naar de overkant. Voor een plek in de Randstad is het hier altijd wel lekker bijkomen. En Fausto, ja, super plek. De mensen daar is vol passie. En zoveel verteld. Het is ook wel leuk. Hier hebben ze nog een watertoren. Hier. Dat is wel mooi. Lekker uitwaaien aan de lek. Zo'n huisje, is toch leuk? Kijk, hier staat nou zo'n dijkhuis en ik denk, daar wil ik wonen. Ik zal het even laten zien. Dat is een ergershond. Oké. Laat maar. Ik denk, ik laat even dat dijkhuisje zien. Er komt ineens een herdershond naast me. Oh man. Ik heb er nooit bang voor honden, maar sinds ik veel fietsen is het echt... Rotterdam. Een kopje koffie drinken bij Koppie Koffie. De allerlaatste koffie. Misschien neem ik wel gewoon thee, dat kan ook. Het zijn harde werkers en heel erg down to earth zijn ze, heel direct. Ja, hoe kwam je op het idee om hier een koffiefietsenplek te beginnen? Ik werkte als barista in de horeca. Mijn hobby is fietsen, dus toen dacht ik, laat ik die hobby's combineren. Ja, want je bent als barista al een beetje begonnen naast je kunstacademie, ja? Ja, ik werkte als een beetje bij te verdienen in de horeca als barista inderdaad tijdens mijn studie. En daarna ook toen ik als kunstenaar aan het werk was. En uiteindelijk ben ik gestopt met het maken van kunst en in de horeca doorgegaan. En toen besloot ik iets voor mezelf te gaan beginnen. Met alleen maar leuke mensen. Ja, precies. Ik wil niet met zeurpieten of chagrijnige mensen samenwerken. Hello, yeah. Had je al genoeg gedaan in het verleden? Ja. En wie komen er hier zo al? Want alleen fietsers of ook andere mensen?
fietsers, maar ook buurtbewoners, toeristen. Echt van alles. Jong, oud. Ja. En jij houdt zelf ook van koffie? Ja. Ja. Erg. Dat is mooi. Ja. Verslavend, lekker. Ja, ik merk het ook. Als ik inderdaad geen koffie drink, dan mist er wel iets, ja. Ja. En dan zit er wel iets in mijn hoofd niet helemaal lekker. Niet helemaal happy. Ja. Oké, nou dankjewel. I'll sing out my heart for you. Voor de leken, waar komt die naam vandaan? Fausto komt van Fausto Coppi. Eigenlijk Il Campionissimo, kampioen der kampioenen. Zeg maar, in de tijd dat hij actief fietste, won hij bijna alles. Op de baan, op de weg, Tour, Giro, wereldkampioen. En zoals het een echte held vergaat, is hij op een tragische manier om het leven gekomen. En hij is door malaria gestoken in Afrika. Dat hebben ze in Italië niet op tijd gezien, zeg maar. Dus ze hebben hem behandeld alsof hij koorts en ziekte had. Ja. Uiteindelijk is hij overleden.